Liever was ik gevierendeeld of met een slagersmes gekeeld. Nog liever was ik gefusieerd of op de brandstapel door het vuur verteerd. Want wat ze nu met mij hebben gedaan, iets gruwelijkers kan er niet bestaan dan het lot dat mij getroffen heeft. Begraven worden terwijl je nog leeft. Ik herinner me nog vaak die laatste dag, dat ik kwijnend op mijn sterfbed lag en zogezegd voorgoed mijn ogen sloot. Toen dacht iedereen meteen, hij is dood. Dat ik nog ademde, dat kon geen mens nog zien. Maar mijn harteklop, die was nog heel miniem. En toen ik in een smalle kist verdween, toen hoorde ik gejammer en geween. Ik wilde roepen, hé, laat me eruit, maar uit mijn keel kwam er geen geluid. Ik duwde op de kist uit alle macht, maar ik ontbeerde de broodnodige kracht. Ze hebben mij onder de grond gestopt, als een dode waarvan het hart nog klopt. Onder de zoden, in het zand en slijk, lig ik begraven als een levend lijk. Nu lig ik hier en wat kan ik nog doen? Van ver hoor ik de priester zijn sermoen. Hij is aan bidden voor mijn ziele heil, terwijl de wormen reeds in aantocht zijn. En plots hoor ik helemaal niks meer. De rouwstoet die is naar huis gekeerd. Ik roep een laatste keer, haal mij hieruit, alvorens ik voorgoed mijn ogen sluit.